Blue City is echt de hotspot, nu al denk ik, van de circulaire economie van Nederland en ik durf wel te zeggen in Europa. Welkom in de ruimte van Superior Studios, want dit is de nieuwe plek waar ons eigen kantoor ook over een paar maanden gaat zitten. Ik ben Jan Jongert, een van de oprichters van Superior Studios en ik ben onder andere architect. Maar binnen Blue City is een van onze belangrijkste rollen eigenlijk om het ontwerp van het gebouw te maken en te helpen realiseren. Ja, voor ons is Blue City een droom. We zijn al meer dan 20 jaar zijn we aan het bouwen op kleinere schaal meestal. Aan gebouwen die hergebruik maken van allerlei materialen die al in de omgeving zijn. En het aardige, voor ons het bijzondere aan Blue City is dat dit echt de eerste plek is waarbij we in staat zijn om het gebouw waarbij de ondernemers met elkaar zo werken dat reststromen van de ene grondstof voor de ander worden. Ook het gebouw zelf met reststromen van de stad gemaakt kan worden. De hele kelder was eigenlijk oorspronkelijk een technische ruimte. Dus daar zaten alleen maar de machines en de pompen en opvangbassins voor het water van het zwembad. Het was aan de buitenkant helemaal dicht, want niemand die had belang bij het daglicht in de kelder. Dit is ook zo'n voorbeeld waarbij we echt goed naar het gebouw kijken en wat de mogelijkheden zijn. Eigenlijk was deze ruimte behoorlijk donker, omdat het allemaal binnengebied was. Maar op een gegeven moment ontdekten we met ons architectenteam dat hier een plafond in zat, een vloer. En dat we die er eigenlijk ook wel uit konden zagen. En daardoor is er nu een enorme bak extra licht hierin, waardoor deze ruimte ook als kantoorruimte te gebruiken is. Dit is een oude technische ruimte van Tropicana, nu dus Blue City. En dit is helemaal omgebouwd naar, of bijna helemaal omgebouwd naar de nieuwe brouwerij. We waren hier aan het hobbyen eigenlijk. En Blue City bood ons de kans om hier meer te doen. En dat hebben we met twee handen aangepakt. We gaan veel meer controle krijgen over het proces. Dus onze bieren zullen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat doen ze al natuurlijk, maar we kunnen nu nog beter de temperatuur beheersen. We krijgen verschillende apparaten waarmee we de lagering van het bier kunnen beheersen beter. Daarnaast de temperatuur in deze kelder is veel beter voor het bier om te hergisten. En het is gewoon een mooiere, grotere ruimte. Bij het gaan naar dit nieuwe gedeelte zijn we eigenlijk van een hobbyhok naar een echte brouwerij gegaan. Ik ben in Blue City begonnen met werken op een hele vreemde manier. Lennart Mooijman, een van de oude projectmanagers hier, die vroeg mij om mee te kijken naar een pandje in Rotterdam wat opgeknapt moest worden. Nou, vanaf dat moment ben ik helemaal verknocht aan het project en het proces en de gedachten die daarmee samenhangen. Vandaar mijn langdurige verbintenis aan dit project. Wat wij proberen te doen binnen Blue City met vooral de betonnen reststromen, het kijken of we het eigenlijk sloopmateriaal zo kunnen bewerken of zo kunnen loszagen dat we de andere toepassing kunnen geven. Dat hebben we op verschillende manieren voor elkaar proberen te krijgen door in een kantoorruimte in de Vleugel West de betonsparingen zoals die hier ook achter zitten zo in blokken te zagen dat we daar een bouwblok van maken met een vaste maat zodat we die opnieuw kunnen inzetten. Dat is ook zo de kleinere stukken die we moeten zagen, laten we die alsjeblieft zo zagen dat we daar traptreders van kunnen maken. We zitten met Blue City aan de Nieuwe Maas en we moeten toch iets van de waterkering hebben. Dus we gaan
langs heel de Maaskant opstortingen maken, zodat water minder makkelijk naar binnen kan. Maar dan kunnen we de reststromen uit het gebouw van wat we vrij hebben gezaagd om de kelder toegankelijk te krijgen, toch een traptrein maken om met een kleine opstap het pand in te komen. En de allerkleinste delen die we overhouden, laten wij vermalen tot betonpuingranulaat. En dan zijn we nu aan het kijken of we daar daadwerkelijk mooie, hoogwaardige vloeren van kunnen gaan maken, nu of in de toekomst. Blue City is echt de hotspot, en nu al denk ik, van de circulaire economie van Nederland. En ik durf wel te zeggen in Europa, waarbij op geen enkele andere plek zo'n hoge concentratie is van innovatieve ondernemers die niet alleen maar dingen bedenken, maar ook tegelijkertijd de producten mee ontwikkelen, testen. Ook open source vaak hun kennis delen. En dat zorgt voor een fantastisch klimaat waarin je als ondernemer een heleboel mogelijkheden hebt om ideeën die je hebt ook te testen met anderen. En ik denk dat dat bijna op geen enkele andere plek bestaat. Dus dat is echt super bijzonder.